in verband met de Nationale Dag van Verbroedering en Eenheid. Vandaag, 21 september 2021, zijn er kransen gelegd bij het standbeeld van de legendarische leider van de VHP, Jagannath Lachman, op het Onafhankelijkheidsplein en het VHP-centrum De Olifant. Naast de herdenking van de Nationale Dag van Verbroedering en Eenheid herdacht de VHP twee andere markante momenten, namelijk de 105e geboortedag van Jagannath Lachman en de Internationale Dag van Vrede. Wijlen VHP-voorzitter kan gerust in één adem genoemd worden met verbroedering, eenheid en vrede. Vanwege uitlandigheid van VHP-voorzitter Chandrika Persat Santokhi, tevens president van Suriname, heeft de ondervoorzitter van de VHP, de heer Glenn Oelers, de aanwezigen kort toegesproken. Oelers gaf aan dat het een plicht is van de VHP om de verbroedering, vrede en de eenheidsgedachte van Lachman voort te zetten. Zijn leiderschap heeft Suriname behoed van grote spanningen tussen de bevolkingsgroepen. Jagannath Lachman was een man die gestreden heeft voor verbroedering en eenheid en vanuit die filosofie ook heeft gehandeld. Het oplaaien van etnische en racistische sentimenten van de afgelopen dagen, zowel in Suriname als in Nederland, was schofterig en respectloos. Wijlen VHP-voorzitter Lachman zou dit nooit gewild hebben. Het lijkt alsof de verdraagzaamheid, de vreedzame coexistentie verdwenen is binnen de Surinaamse samenleving en is onze tolerantie en coulante houding geweld aangedaan. Het is alsof Suriname op een etnische vulkaan zit en elk moment kan uitbarsten. Niet de bevolking van Suriname is aan de rand van een etnische confrontatie. Het zijn delen van een etnische groep die zich op een onfatsoenlijke wijze zich ernstig heeft misdragen. Op deze dinsdagochtend worden er werkzaamheden uitgevoerd op het Onafhankelijkheidsplein en van een meerdere van Openbaar Groen, welke valt onder het ministerie van Openbare Werken, hebben wij begrepen dat de werkzaamheden inhouden, de bloemen die hier geplant waren, die worden weggehaald, want zij geven aan dat dat heel moeilijk is te onderhouden. Vandaar dat ze dat zullen weghalen en er zullen andere bloemen zullen hier geplant worden, is aan ons medegedeeld. En verder ziet u ook dat er werkzaamheden worden uitgevoerd op het Vlaggenplein. Met een hoge druk spuit wordt alle vuil weggehaald. Dat zijn dus zo'n beetje de werkzaamheden die hedenochtend zijn uitgevoerd op het Onafhankelijkheidsplein. Wat ik ook gelijk onder de aandacht wil brengen is dat nu de bloemen worden weggehaald, het allemaal duidelijk is te zien hoeveel vuil mensen daar allemaal hebben gegooid, hoeveel vuil er allemaal daar is gedeponeerd. En dat is toch iets waarop wij de Surinaamse gemeenschap keer op keer moeten wijzen hoe wij in feite omgaan met onze vuil. Nogmaals, dat zijn de twee werkzaamheden die hier uitgevoerd worden op het Onafhankelijkheidsplein. De bloemen worden weggehaald. Er zullen andere bloemen geplant worden en op het Vlaggenplein wordt het allemaal heel schoon gemaakt met een hoge drukspuit.